9. Zoals jullie hebben gezien heb ik de kachel lekker aangemaakt, een kop koffie erbij gepakt. Dus laten we maar gauw gaan beginnen. Wat heb ik aan vandaag? Ik heb een sjaal om, een koolsjaal. Die heb ik een tijd geleden gebreid. Lispatroontje zit erin. Ik weet alleen niet meer de naam van het patroon. Ik heb nog wel het wolletje. Dat is van Lana Grossa, de About Berlin Cashmere Vintage. Heel mooi wolletje. En het bestaat uit, even kijken, 70% scheerwol, 25% polyamide en 5% cashmere. En kleurnummer is 822. Heel zacht. En dan zit, even kijken, 420 meter op 100 gram. Dus eigenlijk ook genoeg voor zo'n koolsjaal. Nou, wat heb ik gisteren nog gedaan? Ik heb niet meer gesponnen. Ik heb nog wel gebreid. Ik ben bijna klaar met dag 8 van mijn sjaal van Atelier Het Wolbeest. Maar ik heb wel aan mijn driehoekjesdeken gewerkt. En ik heb het even op een blokkingmat gedaan, zodat je een beetje kan zien wat de vorm gaat worden. En dat is dit. Hier was ik mee begonnen. Die heb ik een tijdje geleden al gedaan. En deze twee heb ik gisteren eraan gemaakt. Zoals je ziet moet er nog één driehoekje tussen. En dan heb je een soort van hexagon. En dan ga ik vanaf hier ga ik weer verder zo eromheen. En dan steeds ja, maak je hem eigenlijk groter. Dus heel blij mee. En het gaat wonderbaarlijk goed met 4 DPN's. Dus ik heb me toen ooit voor niks zorgen gemaakt. Nou, de pakketjes van vandaag. Eens kijken. Ik begin met Atelier Het Wolbeest. Een strengetje garen. Want welk kleurtje komt er in mijn sjaal? Wolpluisje. Oh, kijk. Het lijkt een beetje om richting groen te gaan. Turquoise met wit. Heel mooi wolletje. Leuk. Dan spinwolletje van Vrouwtje, nummer 9. Eens kijken wat daarin zit. Een kaarsje zit erin. Heel vaag geurtje. Een handig bolletje. Oh, dat voelt heel zacht. Oh, kijk. Heel mooi groen. Wat rood zit er nog in. Heel mooi zacht wolletje. Mooi. Dan wolreinheid. Nummer 9. Dan moet ik ook echt vandaag mee aan de slag. En ik kan ook het daar gigantisch mee achter. Oh. Ook weer zo'n mooie kleur. Dan zie je wel dat we echt wel weer meer naar het blauw gaan. Het is niet meer groenig. Het is meer de blauwtinten die er nu in zitten. Heel mooi. Als laatste die van Mineral V. Een heel klein pakketje. Het rammelt. Er zit een hele leuke steekmarkeer erbij van een handschoen. En we gaan hem weer eens openmaken. Altijd zo'n gedoe met die lintjes. Maar goed, hij is weer los. We gaan eens kijken. Wat zit daarin? Oh, een doosje.
Met allemaal hangertjes. Kijken of ik hem open kan maken. Heel veel verschillende hangertjes zitten erin. Even aan de kant zetten. Ik weet niet of het echt goed te zien is. Dit is een hartje. En dat zit in een schelpje. Er zitten er twee van in. Van alles zitten er twee in, zie ik. En nog twee zwaantjes. Erg leuk. Daar kun je dus gewoon heel veel manieren kan je dat gebruiken. Nou, dat waren weer de pakketjes voor vandaag. En ik zie jullie graag morgen weer.